Hallo, 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 lieve mensen. Welkom bij een nieuwe special. We hebben een hoop specials tegenwoordig. Maar we zijn ook een hoop aan het updaten aan het park. Aan het upgraden en toevoegen aan dit grote gebied. Het Arabische thema tot aan het intro. Oké, people, let's go to work. La 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 de no ya ha ya no 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 no. Oh shit, ik gebruik Voxel Sniper. Oh shit, dan maakt hij alles keer 10 grote. Oh, wow, dit heb ik nog nooit gezien. Nou, dames en heren, dit is een stukje gebied en ik heb dit een beetje verprutst door Voxel Sniper te gebruiken. En je maakt van alles heel veel blokjes, zeg maar. Het is heel vreselijk. Maar als je het verkeerd gebruikt, Voxel Sniper de plugin, dan kan je heel veel verminken van je pretpark. Nou, ik heb het nou een beetje proberen te maken. En dit pad is nieuw. Dit pad gaat zo langs deze gebouwtjes. Langs dit soort marktplaatje. Maar wat we ook nieuw hebben, dat is tegenover de Indiana Jones achtbaan. Dit grote plein wordt omgeschopt tot een fantastisch groot speelplekje. Speelplaats eigenlijk. En Kiki zit hier te kijken. En die staat bij een nieuwe attractie. Het is een topspin. Zo noemen ze dat meestal, zo'n topspin. En dat is zo'n twee van die armen en die gaan dan heen en weer draaien. En hij ziet er best wel gaaf uit. Een beetje een thema. Ik doe die muziek. Oh jongens, ik word altijd helemaal door de muziek. Ik doe wel zacht aan. Het leek me leuk om hier een thematisatie achter te zetten. Dat je op de achtergrond wat waterriviertjes hebt. Die dan uitspoelen tot deze waterval. Ik weet niet of het lukt. Ik denk het stiekem wel. Maar dat lijkt me fantastisch. Dus wat we hier gaan doen is, ik ga het even melten. Dus je smelt de berg. En dan zul je zien dat er onder nog van dat bruin langskomt. En dat bruin is natuurlijk van het Wild Westgebied. Dat zit hier precies achter. Kijk, dat hebben we een beetje opgesplitst in twee delen. Kijk, je zou het nog een beetje met elkaar moeten gaan doen zo. En dan zou je vanaf deze kant zou je dan niet echt last hebben van dat thema. Wel een klein beetje zie je het nog daar. Maar dit zijn dus twee verschillende thema's. Ook al zie je het andere thema er doorheen. Het zijn twee verschillende gebieden. En dit Arabische thema wil ik dus hier zo een soort van iets vets gaan maken. Een soort van waterval. Wat hier. Hier moet het een beetje melten hier zo. En hier maken we een soort van riviertje. Denk ik. Moet nog even kijken hoe we dit gaan doen. Maar in ieder geval, hier komt een themagebied. Hoe gaan we dit doen? Zo. Ik doe meestal dit zo. Selecteren met de tool. En dan plaats ik dit zo. En dan doe ik melten. En dan als het goed is komt dan ongeveer een beetje. Het is wel een beetje gedoe. Maar wel, zo gaat het wel ongeveer. Nou, ik laat je nog wat zien van het gebied. Het gebied bestaat uit een stad. Een groot Indiana Jones gebouw. Dus als je binnenkomt zal je waarschijnlijk een scène gaan herkennen. Als je het herkent, deze scène uit een Indiana Jones film. Oh, ik verniet er gelijk wat. Dan zet het leuk in de comments beneden. Wat je denkt wat het is voor een scène. En hier moet allemaal mannetjes er zitten. En de Rubex is hier even bezig aan het bouwen. Hallo. Hallo. En hij is dit hele gebied aan het inrichten. Dit huisje. Het ziet er ontzettend leuk uit. Sammetje heeft het huis gemaakt. En Rubex die is het nu aan het mooi maken. En wat wij ook hebben gedaan. Nou, dat hebben wij niet gedaan. Maar Joey heeft dat gedaan. Hallo, beertje. Die heeft de wraak van Jafar helemaal geïnrangeerd. Dus we hebben een heel station nu gekregen in deze attractie. Dus deze attractie staat ook op het punt om bijna af te wezen. En ook de Pirates attractie gaat ook al heel hard. Dus dit gebied is al vrij hard in de maak. Dan weet je dat ook gelijk weer. Rodi gaat spulletjes verkopen, zie ik. Oh jee, wat gaat ze doen? Ze heeft allemaal hoofdjes, zie ik. Een tv. Leuk. Televisie hadden ze niet in de Arabië. Daar leven ze allemaal van. Aladdin. Ik ga Aladdin nog even ergens anders neerzetten dadelijk. Dat is wel leuk. Want zoals je ziet
kan je dus helemaal naar boven toe. En kan je zelfs hier van het uitzicht genieten. Dus ik ga hier nog even venshekjes neerzetten. Kijk, je kan hier naar beneden toe als je wilt. Hey. Je kan hier nog verder naar beneden, zie ik. Dus dan zouden we dit kunnen afzetten. Kijk, dan kan je helemaal naar beneden. Je kan overal gaan en staan waar je wil. Ik zal hier nog een venshekje neerzetten zo. En hier kan je heen, maar dan loop ik dood. En je kan hier kan je achterdoor. Wel een beetje smal, dus dat gaan we sowieso een beetje verbreden met meer. Zo. Kijken hoor, wat kunnen we hier nog doen. Kunnen we hier nog wat opzetten? Ja hoor, met gemak. Anders doen we dit gewoon even sandstone zo. Dus hier kan je ook naar achter toe. En dan kan je zeg maar. Ja, hier naar achter staat ook nog een gebiedje waar je kan leunen. En kijken over het hele uitzicht. Ziet er heel gaaf uit. Dus dit gaan we helemaal beschikbaar stellen voor iedereen. Voor het publiek. Dat jullie daar lekker kunnen rommelen dadelijk. En kunnen genieten van het uitzicht. Minst je je troll distance natuurlijk op ver weg hebt staan. Anders heeft het geen nut. Dit wordt wel heel smal, hè? Het is wel een beetje creepy. Ik weet dat je hierop kan trickjumpen, dus dit moeten we sowieso weer weghalen. Maar dit kan wel. Zo. Ja, dan moeten we overal rekening houden dat je niet naar boven kan. Want daar is namelijk al de bedrockmuur. Tada! Dat is het bedrockmuur, dat weten jullie. Dat is het speelplaatje van Disneycraft. Ik heb een hele grote muur neergezet. Want dit is gewoon een complete survival wereld. Ik laat het wel even snel zien. Zoals je ziet, ja, is het gewoon een simpelweg een survival wereld. Er is niks geks aan eigenlijk. Met een boom, die groeit zelfs aan de andere kant. Zie je, die is er gewoon doorheen gegroeid. Nou, ik hoop dat jullie een leuke... Zo, kijk al die itemframes. Ik hoop dat jullie een leuke update vonden van het Arabische thema. Wat eigenlijk ook wel eens in het zonnetje mag gezet worden. Roy is er ook bezig om wat dingetjes te plaatsen langs de weg. Het wordt wat druk hier zo. Met anvils is ook leuk. En natuurlijk die nieuwe attractie die we hebben gemaakt. Nou, die heeft Blue Ballet heeft hier ontworpen. En ik heb die hier neergezet in de thema om het een beetje om nog een nieuwe attractie neer te zetten. En hier hebben we iemand, een zombie Mickey. Hallo zombie Mickey. Hallo. Nee, niet poken. Niet poken. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.